De zon er weer. De zon is er, maar dat niet alleen. Waar nog? Waar nou dan? Nou, er staan hier gewoon gasten. Oké, okay, daar gaan we. En we alle hopla jij. Hopla. Goed. Kom maar eens. Goed zo. Ze is heel eng en af is ze leuk. Goed zo. Mooi zo. Mooi zo, mooi zo. Zo. Kijk. U bent precies op tijd. Ja, allemaal op tijd. Allemaal op tijd. Hi, Corne van Bijen. Zeg Otto, zou je Esmeralda gewoon een half metertje deze kant op kunnen zetten? Ja, vind je niet. Heel fijn. Ja, ik doe dat voor je. Ik doe dat voor je, denk ik. Een half metertje. Waar gaat hij heen? Kijk dat nou, zo'n weer, dit zo'n weer. Oh, is mooi, hè? Kan er iemand door? Alsjeblieft, hè? Ja. Nou, kijk. Nou, even kijken. Kijk, als we dit nou. Ik weet het niet. Ik echt hier gezien, hoor. Ja. Zo, kom maar een beetje dichterbij, hoor. Ja, dat kan nog net. Kijk, snap de bedoeling. Zo, komt u maar een beetje dichterbij. Kijk, dit is de grens. Ja, kom maar. Heel goed, ja. Kijk, ik had net die bloemetjes gestrooid, zie je? Ja. Dat is de lijn, kom maar. Ja. Het zit zelfs ook mijn voet heen. Zo, ik zou eigenlijk hier nog wat iemand willen. Iemand. Ach meneer, u bent nogal breed geschouderd. Poesje gezien? Katje gezien? Nee. Het zwarte katje. Komt u er maar bij, kom maar. Klein zwart katje. Ja, zo, tot hier. Als je me ziet, dan moet je even zeggen. Zo. Perfect. Jullie zijn precies op tijd, jongens. Goeie keuze. Katje. Zo, ja, dit is fijn. Ja, zo komt het goed. Dit is rond, afgesloten, samen. Waarde gasten! Kijk. U heeft de enige juiste keuze gemaakt door op dit moment hier te zijn. En staat u mij toe ons aan u voor te stellen? Wij zijn de charlatans. Ja, dank u wel. En als eerste zou ik graag uw aandacht willen vragen voor mijn man Otto. Poesje, kom maar. Dit is niet mijn man Otto. Voor mijn man Otto. Nou, kom eens hier. Dames en heren. Mijn man Otto Charlatan. Wat sta je dan te doen, Otto? Ik zoek dat katje. Ik heb het net gevraagd waar dat katje is. Ik wil met de aandacht erbij blijven. Goed. En u heeft het vast ook al vernomen. Mijn naam is Virginie Charlatan. Vito Borist, hooglerares en doctorandus magister in de ongeluksbestrijding. Dank u wel. Dank u. Ja. En als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, zou ik graag aan u voor willen stellen. Zonder haar waren wij hier nooit geweest. Ons draaiorgel, Esmeralda. Oh, is ze blij! Ja! Onze orgel Esmeralda, gebouwd door Virginie's bed over grootvader. Jozef Charlatan, hier ziet u dit. Ja. Jarenlang heeft hij aan het orgel gewerkt. Jarenlang, en toen het eindelijk klaar was en hij het met trots aan zijn vrouw wilde laten zien, stierf zij. Mysterieuze wijze. En sindsdien draagt het orgel haar naam. Esmeralda. Maar dames en heren, zij is geen gewoon draaiorgel. Nee. Zij is bezield. Door mijn bedovergrootmoeder. Dat is een rotte. Blijf maar staan, wij bevelen ons hartelijk
aan. Uw lot ligt in onze handen, profiteer ervan. Ja, 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 kom, laat je gaan. Referenties van hier tot de maan. En van Meurs in vele landen, de charlatans. Dank u, dames en heren, dank u wel, dank u wel. Dank u. U vraagt zich natuurlijk af hoe wij hier zo terecht gekomen zijn. Ja, dat begrijp ik. Nou, Esmeralda, die heeft ons hierheen geleid. Op deze plek namelijk, vlakbij de oude abdij. Daar is ooit mijn Beethoven-grootvader, de fameuze dirigent Joseph Charlatan, samen met zijn voltallige orkest verdwenen. Gewoon verdwenen! Weg. Nou, Otto en ik, wij hadden hier dus ons kamp opgeslagen om uit te zoeken wat daar gebeurd kon zijn. Ja. Ik kan u vertellen, het duurde niet lang. Of wij vonden, verscholen diep in het woud, hun graven. Op zekere dag, nog niet zo lang geleden, gebeurde dat plots iets heel wonderlijks, want we hadden al nachtenlang slecht geslapen. We stonden op die ochtend, het was nog vroeg in de ochtend, de mist hing nog in de bomen, de merel vloog zijn eerste lied, wij stonden op, openden onze tent. Al onze spullen zijn verdwenen. Al onze spullen zijn verdwenen. En niet alleen onze spullen. Nee, de ezel was weg. Het kleine zwarte katje. En het ergste van alles. Esmeralda was in velden nog wegen te bekennen. Was dat het werk van het onnoembare? Het is hier niet meer veilig. Otto, wij moeten hier weg. En bovendien, kom eens hier. Wij moeten Esmeralda terugvinden. Ja, wij gingen op zoek naar Esmeralda. We zochten de hele dag in het bos, in het woud, in het huiver. We zochten rondom de ruïnes van de oude abdij. En eindelijk, toen het begon te schemeren, Otto, hoor je dat? Ja. Otto, kom eens hier. Wij volgden de klanken van de viool. En uiteindelijk, Virgili, kijk. Esmeralda. Oh, er is iets met z'n hoofd, er is iets goed mis. Otto, iets kwaads heeft daar gegrepen. Is dit dan het werk van het onnoembare? Weer zijn niet, we gaan niet terug naar het kamp. Dat weet ik niet. Ik wil daar niet meer heen. Otto had gelijk, wij moesten op zoek naar een nieuw onderkomen. En wij vonden Taverne in den Zwarte Kat. Die Zwarte Kat? Ja! Ja, dat poesje, poesje. Poesje, die zit hier. Hij zit Otto. In den Zwarte Kat. Wij haalden wat meubels uit de oude abdij en richtten daar ons nieuwe onderkomen in. Maar daar, achter die vervallen deur, daar, in de gapende duisternis, daar voelde het alsof in elke hoek iets verscholen zat. De vloer kraakte, de wind huilde door het afgebrande dak. Maar we moesten wel. We besloten voorlopig hier te blijven. Anders liggen wij in het woud. Goed, we hebben een nieuw onderkomen, maar het kwaad blijft rondspoken. Dus wij moeten ons kunnen verweren. Ja.
zij het ondoenbare vermijden wij. Malu, regul, demon. Wij dienen nog het kwaad, nog zijn demonen. Tegotia. Bescherm ons. Behoed ons voor de dans der doden. Doet u maar mee. Ja. Wij gaan ons namelijk ver... Doet u maar mee. Ja. Handjes naar voren. Heel goed. Zo kunt u zich verweren. Goed zo. Tegen de angst. En tegen het kwaad. Ja. Heel goed. Doen wij nog een keer. Heel goed, waarde gasten. U bent voldoende beschermd. Ja! Voor dit moment. Ja. Nou, waarde gasten. Zo hebben wij ons hier gevestigd. Op deze huiveringwekkende plek. Maar het is de enige juiste plek om u van dienst te kunnen zijn. Ja, want in den zwarte kat is geopend. Laaf uw dorst, stil uw trek. En trek uw beurs. Trek uw beurs? Ja, trek uw beurs. Want u vindt hier binnen vast en zeker precies datgene wat u nodig heeft om u te kunnen vereren tegen het het onnoembare. Ja. Goeie. Otto, zijn er niks in de gaten? Nee. Hoi hoor, jij weet waar je wezen moet, hè? Oh, de wereld ziet er ook super uit, hè? Ja, kom. Wij komen van ver, over de wegen van ons naar her. Volg je hart, liefde en tranen, dat is ons zwervend bestaan. Geen tijd in je tas en zonder kompas, dat is het esperaan. Wij bevelen ons hartelijk aan. Uw lot ligt in onze handen. Profiteer ervan. Ja, 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 kom, laat je gaan. Differenties van hier tot de maan. En van u in vele landen. De charlatan.